Breda Nu. De singles van Breda waren weer op haar mooist tijdens de 11e editie van de Lichtsloepenparade. Het publiek was massaal toegestroomd om de verlichte bootjes langs te zien varen. Never go away. But it's all in my mind. Irma de Hoon, jij bent betrokken bij de organisatie voor het eerste dit jaar. Ja, klopt, inderdaad. En ik ben vorig jaar erbij bijgekomen na afloop van de vorige editie. Ik ben zo enthousiast over dit evenement, daar wil ik gewoon graag een steentje bijdragen. Wie organiseert dit mooie spektakel nog meer? We zijn met een groep inmiddels van meer dan 10 mensen. Dus dan moet je weten dat de Lichtsloepenparade jarenlang door een heel enthousiast team van 4 personen is georganiseerd. Maar het wordt op een gegeven moment wel nodig om dat uit te breiden. Dus gelukkig zijn er wat enthousiaste mensen bijgekomen. 70 man doet er mee vandaag, dat is wel een spektakel, hè? Is altijd een spektakel, alleen maar 20 mee. Het is gewoon leuk. Kijk, als je nou al ziet van hoe dat er nu al verlicht is, ja, dat is leuk. En de rek als donker is, dat is nog leuker. Goedenavond. Goedenavond. Jullie hebben een stevige boot uit de kast getrokken. Ja, letterlijk uit de kast. Kosten nog moeite gespaard. Zeker. Is hij nog niet lek? Nog niet. Nee, maar we hebben nog een lange tocht te gaan, dus wie weet. Nothing to find. You're a beautiful sight in the sun. You can't put up a fight in the misty light. Streets all alone, all you can see, thinking about what your life came to be. De winnaar in de categorie grote boten was Under the Sea en de winnaar bij de kleine boten heette Blub. And you can't put up a fight in the misty light. Breda Nu.